Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op maandag 1 juli. Er zijn flinke zonnige perioden momenteel in Nederland. Alleen in het noorden zien we wat meer wolkenvelden en in de loop van de ochtend gaan er ook steeds meer stapelwolkjes ontstaan. Het is zo'n 18 tot 19 graden en er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Mogelijk dat er in het noorden van het land ook nog een licht buitje valt, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag stijgt de temperatuur verder en in Limburg zou het dan lokaal nog 24 of 25 graden kunnen worden. Elders is het zo'n 18 tot 23 graden. Maar er zijn wel flinke zonnige perioden. De wind hier trekt iets aan en die wordt matig tot vrij krachtig langs de kust en op de Waddeneilanden. Vanavond ook rustig weer en dat geldt ook voor morgen. De temperatuur ligt morgen rond de 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuidoosten van het land. Er zijn zonnige perioden en er trekken wat wolkenvelden voorbij, vooral in het noorden is er weer kans op een buitje. Woensdag en donderdag vrijwel droog weer met flinke zonnige perioden. De temperatuur die blijft zo tussen die 18 en 23 graden. En op vrijdag neemt de kans op een enkel buitje weer toe. De wind die waait dan uit westelijke richtingen. Mijn naam is Remo Klaassen voor weerplaatsen. Ik wens u nog een fijne dag.